Welkom bij de 3x3 Unites podcast voor de 3x3 World Tour in Utrecht. We zitten in het stadion, ze zijn nog aan het bouwen, dus af en toe zul je wat gerommel horen. Maar beter dan dat, we gaan ook Wordy de Jong die Meo horen. Jongens, hoe is het met jullie? Goed, met mij gaat goed. Ja? Ja. En man, hij zit een beetje fris, hè? Mag niet klaar. Ja, het is verschrikkelijk fris. Hoe ga je dat van het weekend doen, als je moet spelen in deze kou? Is dat anders? Ja, jij hebt het vaker gedaan. Ik heb altijd extra kleding bij me. Dus thermoshirtje, thermobroekje. Dus ik denk dat ik die zeker in mijn tas een paar extra nog ga meenemen. Extra op de extra. Goeie dikke wannacy. Zeker. Handschoentjes. Muts op. Muts op. Jullie komen allebei van een Europees kampioenschap. Even heel kort. Hoe was het 5 tegen 5 Eurobasket? NBA-sterren daar? Ja, dat was wel een hele ervaring. Ik denk dat het goede exposure was voor ons. Ik denk dat die jongens ook veel hebben geleerd. Jammer genoeg konden we geen wedstrijd winnen, maar ik denk dat we toch wel gegroeid zijn als team, als organisatie, om in de toekomst daarop verder te kunnen bouwen. Ja, zeker. En ik zat met mijn zoontje te kijken en die heeft gewoon genoten, hoor. Dat winnen, natuurlijk winnen we allemaal graag, maar het was gewoon tof basketbal en goed om te zien. Terwijl we de techniek hier doen, goed om te zien. Ja, mijn van, man. Nee, maakt niet uit. Als het is voor een leunen. OCD. Ja, ik probeer. Zodat ik niet naar voren hoef te leunen. Nee, het wordt toch een beetje leunen, denk ik. Ja, toch wel. Nee, maar je hebt gewoon een mooi basketbal neergezet. Kinderen hebben genoten. De jeugd heeft laten zien wat ze konden in het veld. Dus dat is goed. En jij hebt een mooie medaille gepakt. Ja, een keertje een brons gepakt op Europa Cup. Ja. Had ik nog niet gedaan. Dus. Nee, maar dat is toch een mooie mee. Hoe ging het toernooi? Ging heel goed. We hadden een paar minder toernooien gespeeld als team. Wel halve finale gehad in World Tours, maar niet het resultaat dat we wilden. Dus ja, nu winnen we brons op Europa Cup. En ik denk also dat dit ook goed is voor 3 tegen 3 in Nederlands basketbal, dat we wel prijzen winnen en blijven groeien. Ja, nou dat zeker. Over prijzen gewonnen gesproken. Vorig jaar acteerde jij hier. Met succes. Ja. Hoe was vorig jaar voor jou? Dit stadion voor het eerst hier zo in Utrecht, thuispubliek en winnen? Ja, was echt geweldig. Ik zei toen al in een interview op het veld na een wedstrijd dat het met 3 tegen 3 toch heel anders voor me was om voor thuispubliek te spelen. Dat elke wedstrijd dat je opkwam, dat iedereen eigenlijk voor Team Amsterdam was. Mensen komen op het toernooi en er zitten gasten van fans van Mongolië zitten bij elke wedstrijd, elk toernooi. Servië, elk land heeft altijd fans. We hebben ons hier soms een verdwaalde toerist rondlopen. En een vriendin van. Ja. Precies, als je geluk hebt. Dus om nu echt voor het thuispubliek weer te spelen, dat heb ik echt jaren niet gedaan. Dus ik ben blij dat het nu ook op een Masters kan in Utrecht. Dus weer een leveltje hoger. Ja, toch? Dat we die ook pakken. Ja, nou ja, hartstikke. Of Utrecht mag hem ook winnen. Ja. Ah, dat is helemaal prima. En jij, voor jou is dit nieuw? Niet voor volle stadion spelen, dat heb je meer dan genoeg gedaan. Maar 3x3, hoge muren van publiek hier zo, dicht op het veld. Hoe ga jij dit toernooien? Wat verwacht jij ervan? Ik kon er vorig jaar zelf niet bij zijn, maar van alles wat ik heb gezien, denk ik dat het echt een hele toffe ervaring gaat worden. Ik denk dat alle teams die komen, die brengen natuurlijk mooi basketbal voor het publiek. Ik denk dat wij echt wel iets moeten gaan neerzetten qua spel om dit gewoon elk jaar weer voor elkaar te krijgen. Ik weet trouwens niet, als dit nu vaststaat, komt dit elk jaar terug? Ik weet het niet eens zeker. 3 keer? Sowieso okay. 3 keer hoor, weet ik. Ja. Nou kijk eens, dat zijn mooie dingen om te horen, want dan kunnen we verder op bouwen. Wat ik verwacht als team zelf, ik heb eigenlijk niet zoveel verwachting. Ik hoop gewoon dat we lekker kunnen basketballen en dat het resultaat zich vanzelf... Denk je wel dat het gaat lukken zonder coach? Zomaar jezelf aansturen en... Ja, ik denk dat dat wel een uitdaging altijd zal zijn. Als je geen coach hebt, dan heb je altijd zoveel verschillende meningen. Ja? Ik denk dat ook weer iets is wat de sport mooier maakt. Kijken hoe je op één lijn kan komen met elkaar. Maar ik denk dat dat wel nee, dat gaat iets wel goed komen, denk ik. Ja, dat denk ik wel zeker. En kijk, je hebt het er nu natuurlijk de laatste weken veel over moeten hebben. Je komt echt net uit een gigantisch 5 tegen 5 toernooi. Je hebt vorige weekend als het goed is een toernooi gespeeld 3 tegen 3. Nu sta je meteen op dit gigantische podium. Hoe doe je dat mentaal? Hoe schakel je om van met de club 5 tegen 5 Eurobasket naar 2 weken later hier weer moeten presteren, maar op een hele andere manier?
Nou ja, gewoon short-term memory. Je moet gewoon verder. Ik denk niet dat het me veel zou helpen als ik blijf hangen in die andere dingen. Ik denk dat focus moet gewoon shiften. En je moet aan het werk gaan. We hebben nu deze week even kunnen trainen. Ik heb gisteren moeten missen. Maar morgen heb ik nog één scrimmage waar we wat puntjes op de i kunnen zetten. En hopelijk kunnen we dan met een goed team daar aankomend weekend staan. Ja. Nou ja, helemaal mooi. Ja, Dimeo, je zegt terecht trouwens short-term memory. Maar volgens mij is dat sowieso de rode draad tijdens 3-3 toernooien. En zelfs in de wedstrijden. Want het gaat zo snel, dus gaat er ook heel veel snel mis. Heb jij het idee, want jij hebt wel wat meer ervaring in dat 3-3. Hoe heb jij dat? Is het iets waar je veel aan moest wennen? Aan dat snelle schakelen? Laat ik zo zeggen, ik heb gisteren getraind. Laag niveau, 5-5. Ik schoot 1 airbal en ik was gewoon een kwartier van het padje. Omdat ik dacht, ja, ik kan helemaal niks, joh. Maar daar heb jij helemaal geen tijd voor natuurlijk hier in het veld. Nee, dat is wel een van de grote verschillen met 5-5. Dat is ook iets waar ik heel erg aan moest wennen. Ik was ook een andere speler in 5-5, waarbij als ik dan slecht begon, dat ik dacht van oké, dan ga ik andere spelers in kaart brengen. Ik speelde vaak op de point guard, dus dan is het niet belangrijk dat ik score. Nee. Als ik dan andere mensen kan laten scoren. En ja, in 3-3 heb je 10 minuten. Dat is eigenlijk een kwart en is de wedstrijd voorbij. En die moet je winnen. Dus als je 1 airball schiet, de volgende moet je toch weer gaan schieten. Want ja, anders laat je gewoon je team zitten als je dat niet durft of niet overheen kan zetten. Nee, precies. Ja, het gaat zo snel. Je hebt geen tijd om te balen van je fouten. Gewoon gelijk doorrammen. Ja, mooi. Hey, jullie zitten met Amsterdam in Pool C bij Belgrado en IJmuiden. Hoe schat je je kans in? Hoe ga je die wedstrijd in? Sinds ik ben begonnen in 50-50 schat ik mijn kans altijd groot in. En het is aan ons om gewoon eerst uit die pool te komen en een goede weg naar de finals te krijgen. Voor onszelf vrij te maken. Maar wat we net ook zeggen, het is 3-3. Een speler kan opstaan en opeens 4 ballen erin schieten van de tweepuntslijn. En je staat 4.8 in. Dat kan de beste schutter zijn, maar soms zie je ook de slechtste schutter van het veld dat doen. Dus de goal voor dag 1 is eerst te worden, maar we gaan aankijken en gewoon wedstrijdje voor wedstrijdje spelen. Ja, precies. Nog veel airgitaar, denk je? De kans is groot dat een gitaartje af en toe even tevoorschijn komt. Tegen Oostenrijk 2 weken geleden kwam hij vaak tevoorschijn, geloof ik. 2 of 3 keer zelfs tijdens. Ja, we zaten voor het publiek tegen van de tegenstander. Ja. Dus dan is wat extra show, soms wel even wat nodig. Of, ja. Ik zag een hoop hangende kopjes met Oostenrijkse shirts aan in het publiek tijdens dat potje. Ik heb mijn best gedaan. Ja. Laten we hopen dat de oranje shirts hier vooral. Ik hoop blije koppen te zien. Ja, precies. Ik en dan kan jij net zijn. We hebben 2 kandidaten voor blije kopjes bij Oranje. Jij zit met Utrecht bij Antwerpen. Niet de minste. En Marian Polé, zeg ik dat goed? Marian Pol. Ken je de teams? Heb je onderzoek gedaan of denk je ik ga er gewoon... Ik ken ze niet. Nee, ik heb wel wat gekeken. Ik ken Antwerpen iets meer dan het andere team. Omdat ik wel af en toe naar hun wedstrijden heb gekeken. Ik wil zeggen dat ik in Antwerpen misschien wel ooit tegen ze heb gespeeld. Maar ik kan me niet meer zo goed herinneren. Dit is volgens mij al 4 of 5 jaar geleden. Vrije geest, ja, gewoon erin gaan. Dat is eigenlijk hoe ik er nu in sta. Ik moet wel gaan kijken, waar zijn er, welke tendencies hebben ze, waar zijn ze echt goed in en zo. Maar het gaat uiteindelijk op de vloer moeten gebeuren voor ons. En ik denk dat als wij beter in sync zijn met elkaar, dat we al heel veel kunnen bereiken. Ja. Ik merk dat in 5-5 kan een individu best wel veel betekenen. Teamspel is natuurlijk de grote daad daarin, maar hier speelt teamspel wel echt een heel grote rol. De chemistry die je hebt met je teamgenoten is wel heel belangrijk, denk ik. Dus ja, ik denk dat zodra wij dat wat dichter bij elkaar kunnen krijgen, dat de resultaten vanzelf zullen komen. Ja, nou ja, dat is hartstikke mooi. Ik heb begrepen van Jesper dat Antwerpen voor jullie een beetje een angstgegner is, toch? Die hebben op een World Tour nog nooit gewonnen van Antwerpen. En corrigeer me meteen als dit niet klopt, hoor. Want, dat klopt niet. Ik weet niet wat Jesper helemaal zegt, maar we hebben een paar keer gewoon gewonnen. Oh, zie je, dat is niks. Volgens mij staan we
4-4 of 5-4 voor ons in de wedstrijden gespeeld. Auw, niks aan het handje. Dus, maar welke tegenstander? Volgens mij is Jesper gewoon bang voor ze, maar speelt niet mee. Ik heb er geen zorgen over te maken. Maar kijk, ervan uitgaan dat we allebei alle teams zondag nog spelen. Waar kijk jij het meest naar uit om van te winnen? Wie is voor jou de grote rivaal dit toernooi? Ik denk voor mij persoonlijk Liman. Ik denk dat ik heb daar nog geen wedstrijd van gewonnen. Wel als team, bijvoorbeeld op de World Tour opener vorig jaar hebben ze van hun gewonnen. Maar tot nu toe heb ik nog niet tegen hun gewonnen, ook niet heel veel wedstrijden gespeeld. Ik denk 3 of zo in totaal. Dus 2 finals van ze verloren. Dus voor nu een keertje winnen in de finale klinkt wel. Dat zou mooi zijn. Dus hij komt niet in de finale? Nee, je vroeg wat. Natuurlijk hoop ik gewoon qua punten van Nederland is het gewoon best dat er bij de Nederlandse teams zoveel mogen komen. Dus. Ja, zijn er voor jou, want ik kan me voorstellen dat je echt deze week aan het opstarten bent met 3-3. Zijn er voor jou al dat je zegt, nou als ik die kan tegenkomen, dit toernooi, dat zou ik wel echt heel tof vinden. Of ben je nog niet daar dat je denkt, nee joh. Nee, ik ben niet per se nu al daar. Ik wil zeggen, ik ben afgelopen weekend dan begonnen met het eerste toernooi dan. En daar was mijn challenge was dan Riga. Om een beetje aan te voelen hoe... Goed doe ik het tegenover zo'n team. Ook zeker een topteam? Ja, zeker. Ik bedoel, ze hebben Olympisch goud gewonnen. Dus ja, dat is toch wel een team waar je dan gelijk wil meten. Ik weet niet of dat gelijk iets zegt dan, maar... Hoe ging die wedstrijd voor jou? Nee, kijk, zoals ik zeg, ik denk dat... ik heb sowieso niet met mijn eigen team echt gespeeld. Maar ik denk... Dat zodra we wat meer op elkaar ingespeeld zijn, dan kunnen we wel wedstrijden winnen tegen zo'n team, denk ik. Ik denk dat we het wel oké hebben gedaan. Maar ja, het zijn gewoon dingen waar wij gewoon niet, of waar ik sowieso niet gewend aan ben op dit moment. Het is een team wat super veel energie heeft. Gaan achter elk schot aan die ze schieten. En als je dat gewoon niet gewend bent. Dan ga je wedstrijd gewoon verliezen. Ja, ja, ja. Dus we hebben die wedstrijd wel verloren. Ik kan me niet meer herinneren met hoeveel punten hoor. Maar er zit iets in waarvan ik zeg van we kunnen daarop verder bouwen. En we kunnen daarna ook die wedstrijden gaan winnen. Ja, en levelen met die intensiteit dus. En daar is weer heel belangrijk wat je al een paar keer zegt. Dat je als team goede klik hebt. Want als één iemand heel veel energie brengt en de rest denkt, ja, kijk wel even deze keer. Ja. Dan ga je niet redden. Je moet echt in sync zijn. Ja. Iedereen moet op dezelfde level zijn. En ik denk dat dat ook een van de mooie dingen is van Team Amsterdam. En daarom hebben ze zoveel succes en zoveel wedstrijden goed kunnen spelen over de afgelopen paar jaar. Is dat ze het heel goed met elkaar kunnen vinden. On en off the court denk ik dat ze een goede band hebben. Wat natuurlijk alles versterkt op het veld. Dus ja. Ja, dat is wel, dat is inderdaad wat je zegt, cruciaal. Je bent op je teamgenoten aangewezen in goede tijden, slechte tijden. En jullie hebben beide meegemaakt. Gelukkig heel veel goede tijden vooral. Hopelijk, heb jij nog tips voor Wordy voor dit weekend? Niet al te goede tips natuurlijk, maar als je zegt, joh, je gaat... Wordy kennen, dan moet hij gewoon lekker spelen. Gewoon lekker spelen wat hij zich aanvoelt. Een mooie, zo zijn we allemaal begonnen. Ja, dat is waar. En laten we hopen dat het een mooie start wordt van een mooie 3x3 carrière. En voor jou wellicht weer een mooie medaille voor in de erekast. Zo, tijd, want ik moet nog een keertje een World Tour winnen. Dus, dat lijkt me mooi om dat hier te doen. Helemaal mee eens. Je bent de vloer gewend, het publiek gewend. We staan allemaal achter je. Nou, hartstikke mooi. Hartstikke bedankt dat jullie hier de tijd voor namen. Om even kort toe te lichten hoe jullie dit toernooi zien. En ik hoop dat jullie hoop van mee. En jullie moeten gewoon kijken. Ik bedoel, dit is een uniek toernooi. World Tour in Utrecht. De beste 3x3 teams. 2 topspelers van Nederland. En uiteraard jullie teamgenoten ook. Dus zowel zaterdag als zondag 3 Nederlandse teams. Laten we hopen dat ze allemaal zondag ook nog spelen. En ga vooral kijken, want dit wordt een mooi toernooi.